In het centrum van Amsterdam, tegenover dierentuin Artis, gaat het project De Nieuwe Plantage van start. Dit project wordt uitgevoerd door een combinatie van 3 TBI-ondernemingen, Koopmansbouwgroep, Mobilis en Nico de Bond. De Nieuwe Plantage is een ontwikkeling van Koopmans en wordt na oplevering overgedragen aan investeerder Sintrus Achmea Real Estate and Finance. Het bestaande complex Sint-Jacob van zorginstelling Amstelring zal in korte tijd worden gesloopt. Daarna verrijst hier het nieuwe appartementencomplex met 325 vrije sector huurappartementen en een ondergrondse parkeergarage. Omsloten door de nieuwe bebouwing staat op het binnenterrein een monumentaal pand uit 1866. Dit pand wordt gerestaureerd en zal na renovatie dienst doen als zorginstelling voor kwetsbare ouderen. Zorginstelling Amstelring gaat deze zorgwoningen huren en exploiteren. Het ontwerp voor dit nieuwe gebouw is gemaakt door de Architectancy uit Amsterdam. TBI-onderneming MDB levert tijdens de bouw apparatuur en materieel. Door de centrale en krappe ligging is er weinig plaats voor een goed uitgeruste bouwplaats. Daarom worden aan de Plantage Middelaan tijdelijk enkele bomen weggehaald die na oplevering weer worden teruggeplaatst. De sloop van de bestaande bebouwing gebeurt in verschillende fases. Voor de sloop wordt er een damwand om het monumentale pand geplaatst. Deze waarborgt de stabiliteit van het monument. Vervolgens worden ook damwanden rondom het bouwperceel geplaatst die een waterdichte bouwkuip vormen. Hierdoor wordt het mogelijk om de parkeerkelder onder het appartementencomplex droog te realiseren. Na het plaatsen van de damwanden kunnen alle funderingspalen de grond in. Voor het renoveren van de gevel en het dak van het monumentale pand komen er stijgers om het monument. Vervolgens wordt gestart met het ontgraven van de kelder, het aanbrengen van de funderingselementen en het storten van de keldervloer. Het is van belang om de bevoorrading van bouwmaterialen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Daarom krijgt de realisatie van het dek van de kelder aan de voorzijde voorrang. Tegelijkertijd start dan ook de renovatie van het dak en de buitengevel van het monument. De buitenwanden van de kelder worden in fases aangebracht. Dit is nodig vanwege het gefaseerde wegslopen van de bestaande kelderwanden. Aansluitend worden in fases ook de rest van de kelderdekvloeren gerealiseerd. Na voltooiing van de kelderdekvloer en het renoveren van het dak en 1 gevelzijde van het monument gaat de realisatie van de 325 appartementen van start. De buitenwanden bestaan uit prefab-elementen en deze worden als eerste op de vloeren geplaatst. Vervolgens komen de tunnelbekistingen tegen de prefabgevels aan, waarna de prefabbalkonplaten op de tunnelbekistingen worden gelegd. Het beton wordt op de tunnels gestort, waardoor de wanden en vloeren van de verdiepingen ontstaan en de prefabgevel verbonden wordt met de vloeren en wanden. Vanwege de strakke bouwplanning, het budget en de repetitie in het ontwerp is gekozen om het casco van de bebouwing met tunnelbekisting te realiseren. Het beton wordt ter plekke op stalen bekistingen gestort. Deze komen tegen de prefabgevels aan. Met de torenkranen worden de tunnels steeds verder verplaatst. Ondertussen is het dak van het monumentale pand gerenoveerd en wordt de laatste hand gelegd aan de renovatie van de buitengevel. Zodra het kelderdek volledig is uitgehard, kunnen de damwanden aan de Plantage Middelaan worden verwijderd. Op dat moment kan de realisatie van de appartementen aan de voorzijde starten.
Nadat de begane grond klaar is, wordt eerst één kant van het gebouw volledig opgebouwd. Op deze wijze is de planning het beste te handhaven en hoeven de bouwmaterialen en bouwkranen ook niet steeds verplaatst te worden. De bebouwing achter het monumentale pand kan niet met tunnelbekistingen gerealiseerd worden, omdat hier geen mogelijkheden zijn om de tunnels uit te trekken. Daarom wordt hier de constructie opgebouwd uit stalen kolommen en liggers en prefabvloeren. Tegelijkertijd worden daarnaast de galerij en hofgevel geplaatst. Om de veiligheid te borgen wordt de galerijplaat inclusief balustrade bevestigd. Vervolgens wordt een houten binnenspouwblad aangebracht, de bakstenen gevel gemetseld en worden de aluminium kozijnen geplaatst. Wanneer één kant van de bebouwing bijna volledig klaar is, start de realisatie van de andere kant van het gebouw. Dit gaat eigenlijk op exact dezelfde wijze, maar dan in spiegelbeeld. De gevels worden weer gesteld, de tunnels gezet en het beton gestort. Nadat de dakbedekking is geplaatst, komen op het dak de zonnepanelen. Als dit deel van de bebouwing op hoogte is, begint de realisatie van het sluitstuk aan de voorzijde van het gebouw, namelijk de ingang. Dit sluitstuk wordt de entree van de nieuwe plantage. Zodra alle bebouwing klaar is, wordt de binnentuin aangelegd. Hierna hoeft alleen nog de bouwplaats te worden opgeruimd en krijgen de eerder weggehaalde bomen weer een mooi plekje terug. En dan is het schitterende project De Nieuwe Plantage klaar voor gebruik. Een prachtig nieuw gebouw dat de TBI-ondernemingen Koopmansbouwgroep, Mobilis en Nico de Bond realiseren in opdracht van Sintrus Achmea Real Estate and Finance.
Deze ondernemingen werken samen aan een mooie duurzame toekomst op een unieke locatie in Amsterdam.